Ja, als ik vroeger gecorrigeerd werd hè, op school, dan kreeg ik een tik voor mijn kop of zo een keertje. Of was iets anders met een leraar. En dan kwam ik thuis en dan zei ik daar iets en vertelde ik dat verhaal. En dan zeiden mijn ouders gewoon altijd, nou dan zal je het wel verdiend hebben. Punt. En dat was het dan. Maar dat, vrienden, dat is niet meer zo tegenwoordig. Nee, er is heel iets raars aan de gang in Nederland. Want als er dus een kind gecorrigeerd wordt, nu op school, hup, dan vliegen die ouders met gezwinde spoed, hop, naar die school en hup, en die gaan eens even verhaal halen bij de leraar. Ja, en dat gebeurt ook gewoon in het dagelijks leven. Als jij iemand corrigeert op straat of wat dan ook, dan krijg je of gelijk een grote bek, hup, of je krijgt een knal voor je kanus. Ja, dat is Nederland op dit moment. En een uitschieter in deze trend, ja, dat hebben we nu gezien, dat is dus de Glennis. De Glennis, ja. Je heet eigenlijk Glenda, ja. Glenda, vanaf nu dan, Glenda geflipt. Dus de Glennis, die heeft een zoon en die zoon die gaat dus dan in de supermarkt, in de Jumbo. En die gaat daar dan een elektrische sigaret of wat dan ook opsteken. Nee, dat mag niet. Nee. Dus die mensen die zeggen daar wat van. En dan komt zo'n gozer, die gaat dan lopen vervelen en die wordt dan even gecorrigeerd. Ja, en die komt dan thuis en wat doet dan de Glennis? De Glennis die wordt verschrikkelijk boos. Ja, en die gaat op hoge poten, want dat is dan de trend in Nederland, op hoge poten naar de Jumbo, om eens eventjes, zogenaamd tussen aanhalingstekens, verhaal te gaan halen bij het personeel. Maar de Glennis neemt ook nog even een knokploeg mee van 5 man. Hé, hey, hoe vind je die? Ja. En die komen echt geen verhaal halen hoor. Nee, die komen daar even de boel even in elkaar slaan en weet ik veel wat ze allemaal doen. Wat een niveau ook, vrienden. En wat een treurigheid. Wat is er allemaal geworden van Nederland dat je zo ver gaat. En nou is de Glennis vrijgelaten, ja. En die deed ook nog de hazes. Heb je die gezien? Met die hoodie op. Hoodie en dan denk ik voor zo van, dan weten we niet dat het de Glennis is. Nou, vanaf nu weten we dat hoor. Hé, hey, de Glennis, wij weten het. Ja, jij bent gewoon Glenda geflipt.